Je kent het, dossier Mastenbroek zou dossier Mastenbroek natuurlijk niet zijn als we het niet zouden hebben over mysteries. En ja, er hangt wel eens wat in de lucht. We hebben er regelmatig al aandacht aan besteed in dit radioprogramma. En daarvoor kun je naar een speciaal meldpunt, namelijk het UFO Meldpunt Nederland. En we moeten ze feliciteren namens het team van dossier Mastenbroek, want UFO Meldpunt Nederland beleeft namelijk dit jaar zijn eerste lustrum. Sinds de openstelling in 2011 ontving de website meer dan 4600 meldingen. En ik weet, ze worden allemaal gecheckt. Er staat echt geen onzin op. Van raadselachtige verschijnselen in de lucht. In het noorden van het land, daar worden de meeste gezien. Getuigen zagen daar meer dan 550 vreemde objecten overvliegen. Het platform is opgericht in 2011 om getuigen van eventuele verklaringen te voorzien. Door middel van collectieve kennis en ervaringen van de bezoekers. Dus op het moment dat je iets poneert op de website ufomeldpunt.nl, dan gaat het collectief daarop reageren en worden ook grappenmakers onderuit geveegd en worden gewoon vliegtuigen als vliegtuigen bestempeld. Maar ja, er blijven toch nog zo'n 4600 vreemde meldingen over. Wil je kijken of er in jouw regio, in jouw gebied, boven jouw woonplaats misschien wel vreemde objecten worden waargenomen? Kijk dan even op ufomeldpunt.nl.